Het zijn klassieke gezegden dat een wedstrijd slechts afgelopen is bij het neerhalen van de dambordvlag of dat de laatste kilometers nog voor heel wat verrassingen kunnen zorgen. En toch, voor één keer is het de pure waarheid. Ragnotti, die op 21 seconden van Zanussi keihard in de aanval gaat, glijdt in de eerste KP van de tweede ronde te Zillebeke regelrecht van de baan, verliest 4 minuten en meteen alle hoop op de eindoverwinning. Zanussi kan gas lossen en McRae zet de snelste tijd neer. Ragnotti rijdt nu overal de snelste tijden. Zanussi volgt kalm en geniet reeds van de komende eindzege. Tot het ongelooflijke toch waar blijkt te zijn. Anderhalve KP voor de eindmeet breekt, zonder aanleiding, de achterbrug van de Lancia nummer 4. De Italiaan reed probleemloos derde en vierde tijden, zo comfortabel was zijn voorsprong. Ten neergeslagen verlaat Zanussi het strijdperk en neemt de laatste illusies van het Lancia Tregazelle team met zich mee. Het succes verandert op de laatste ogenblikken van kamp. Frankrijk, Renault en Philips met Ragnotti en Timonier rijden als eerste over de finish de Ypres. McRae wordt schitterend tweede op een klassieke Opel Manta 400. Je moet het maar doen. Robert Droogmans wordt derde en meteen eerste Belg. Hij verslaat Sneijers met 3 minuten. Met 73 bereiken ze de aankomst. 73 wagens rijden over de eindmeet van een rally die hopelijk in 1986 coëfficiënt 3 zal meekrijgen. Dat zou voor Targa Florio en zijn rally slechts een klein eerherstel zijn vanwege de FISA.